Hey beste kijkers van Conti Games, welkom bij een nieuwe deel in de DHD Survival Tour. Samen met Jerry, die is nu bezig hier met een gigantisch grote woning. Even kijken of Jerry er is. Nou, dat doen we zo meteen wel even. Ik laat jullie eerst even de farm even zien en nou wat we allemaal hebben gemaakt. Hier hebben we al een farm, dat is de melon farm. Hier de potato farm. Nou ja, een farm met allemaal sugar cranes hebben we daar allemaal. Even kijken, daar hebben we daar hebben wheat. En de carrots. Daar hebben we de chicken farm. De varkens farm. De koeien farm. Hallo? What the fuck? Hey Joey! Ewa. Hey, wat doe je tussen de koeien, man? Goeietwerken, oké. Okay. Ja, dit is onze nieuwe bewoner. Dit is, ja, stel jezelf maar eens voor. De meeste mensen kennen je denk ik wel. Ja, ik ben Joey. Wel bekend van Kingdom. En de enige echte goeietwerker. Ja. De goeietwerker. Nou, ik ga een rondleiding geven, dus als je mee wil. Ja, ik moet alleen even een uitgang vinden. Nou ja, hier staat het deurtje in ieder geval waar ik ben. Ik denk dat de koeien niet kan snappen. Kijk, daar. Tadaa. Oh, is hier weer gelokt. Ciao. Oké. Okay. Nou ja, daar kan je ondertussen ook een beetje mee genieten. Ja, hier hebben we de schapen. De schaapjes. Schaapjes. De swarma farm wel. De cacaobonen. Dit is het ook weer het nieuwe huisje wat we gebouwd hebben. Dit is het farmhuisje. Hier komen dus allemaal kisten te staan. En de hele mikmak voor het eten. En ja, dat soort benden allemaal eigenlijk. Dus dat ziet er wel nice uit. Ja. Nou, dan gaan we hier verder op kijken van, nou dit is Joey's huisje, speciaal voor hem gemaakt omdat hij nieuw is. Ja. Yeah. Dan moet hij nog wat voor betalen, maar dat komt toch goed. Hier, yeah. Wat met Emelon nog? Nou ja, dit hebben we al gezien. Nou ja, gaan we hier zo meteen, gaan we Jerry even opzoeken. Dit is de storage room, tot nou toe wat groter. Ik ben, ga daar onder, hieronder zit een gedeelte van de mine al. Hier zo. Nou ja, zoals jullie zien is het allemaal goed. Ja. Dus dan gaan we hier weer naar boven. Even kijken. Nou, dit is een soort met eetzaal waar we met z'n allen gaan eten. Ik ga eerst de deur even open doen, want anders kan Joey er niet in komen. Ga dan maar binnen. Nou, dit is de eetzaal. Nog niet helemaal af, moet natuurlijk nog gedecoreerd worden en alles, maar het is een begin. Dus hier gaan we met z'n allen de swarm eten. Lekker. Dus, nou, gaan we weer naar buiten. Ja, alles moet, alles is beveiligd, dus ja, kom. Nou, dan gaan we Jerry in opzoeken. Yo, Jerry, ben je er? Jerry? Jerry. 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 Hallo Jerry. Jerry. Kunt ge daar? Jerry. Hallo? Nou ja, dan gaat het over. Geen Jerry. Zou wel weer eenzaam in NLA iets aan het doen zijn, denk ik. Want daar moet het over hebben, dat doet die standaard altijd. Auw. Maar ja, dit is eigenlijk een beetje hoe het eruit ziet nou. Dus we gaan nog van alles bouwen. We hebben eigenlijk allerlei soorten plannen, eigenlijk, noem maar op. Het begint aardig groot te worden. Zit je op een DHD server, denk je van, goh, ik wil jullie graag helpen. Nou, zoek dan even contact met ons op, dan komt het wel goed. Want we zoeken altijd wel een bouwers natuurlijk, wel serieuze bouwers. We willen geen grievers. Klopt. We hate grievers. Die worden meteen aan mijn zwaard gereisd. Wow, mijn wereld wil niet verder laden. Ik heb dik al, ik moet kijken, maar ze vliegen hier gewoon. Bij mij vliegen al die schapen hier gewoon. Op die varkens. Kijk, nou laat alles pas. Ja, dat is even random distance farm, ja. Ga mijn traps een beetje verleggen, dus dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat ik bij deze de video mag eindigen. En dan zeg ik like de video, abonneer op Gonzi Games en bij 10 likes of meer natuurlijk een nieuwe video. Zoals ik gezegd heb bij de vorige video bij 150 subs geef ik een invite weg voor de DHD server. Dus ik hoop dat we snel de 150 halen en dan gaan we kijken wie het wint, hè. Maar vooral nu zeg ik tot de volgende keer en later.